Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar Split Splint, een nieuwe video. Vandaag ben ik in Centraal Station en Agnes Spangen komt over 3 minuutjes en dan moet ik naar die halte, dus dat gaan we snel doen. Een beetje vloggen en voor lul staan. Oh, wat leuk zeg. Heel erg leuk. Hetzelfde stukje als vorige keer. Oh fuck. En nu gaan we gewoon naar stage. En dan ga ik eerst koffie maken, op mijn manier natuurlijk. Dat weten jullie allemaal wel. Ja, eigenlijk wel, ja. Wist je dat het vroeger een soort van filmdorp moest worden? Maar dat het gewoon helemaal eigenlijk een beetje verdingest is. Daar is een school, een botenschool geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. Of hoe noem je dat, een havenschool. Maar er is toch wel een beetje een filmrijtje. Want hier is Jan Dino geweest. Die heeft hier zijn studio gehad. Ja, dit is ons oude gebouw, zeg maar. Hier zo. En ja, dat is leuk. Die baan. Dat is ook zo grappig, hè. Dan sta ik hiervoor. En is zo van, ja, nou laat ik maar naar binnen gaan. Nee hoor, mijn stagebegeleider is nog niet eens. Laat ik gewoon hier, daar gaan zitten. Nou, ik had 9:30 afgesproken en het is nu bijna 10:00. Ik geloof iets voor 10:00. Ja, het is maar wachten tot ze eindelijk eraan komen. Ik heb mijn stagebegeleider geappt, maar die zit denk ik aan het pitten of zo. Nou, ik dacht, ik laat even mijn pony groeien. Hè? Dus dan zien jullie mijn pony. Ik dacht, misschien is dat wel leuk. We zijn nu weer op stage. Dus deze is voor mijn stagebegeleider. En deze, die is voor mij. De Swagway was kapot. Maar ik hoop dat hij het weer doet. Want dat is natuurlijk even leuk om te laten zien. Heel erg swaggerig allemaal. Hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon, mensen. Dan kan ik dus gewoon vet shit gaan doen, weet je. Oeh, fuck. Ze noemen me ook wel de swaggerige Swagway rijder. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè. Er kwam net een man van de Coolblue langs. En dat vond ik super cool natuurlijk. Cool en een blue. Ik mag alleen dat niet laten zien daar. Waar de magic happens. Omdat allemaal logo's staan en zo. En andere dingen. Weet je, maakt helemaal niet uit, weet je. Weet je, dat kan de pret niet verderven, weet je. Ja, oké, weet je. Of ik nou draaiig ben, jazeker. Ik kon bijna niet op mijn benen meer staan natuurlijk. Maar ik zie jullie zo weer. Coletje. Lekker. Zo chill dat er gewoon een bankje staat hier zo. En dat bankje, dat kan je een soort van, daar kan je op zitten. En een lekker koffietje bij. En zo'n sigaretje. En dan heb je een soort van pauzetje. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje genoten hebben van deze vlog. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En plaats een leuke reactie of je meer van zulke vlogs wil zien. En dan zie ik jullie weer morgen. Leuk, fijn, hè? Ja, leuk. Nou, hoe gaat dat ding uit?